Volgens de politie lopen tienduizenden Nederlanders acuut gevaar. Daar schrik je je rot van. Cybercriminelen hebben namelijk gegevens gestolen waarmee ze zich kunnen voordoen als jij of ik. En de politie brengt vandaag dit spannende filmpje naar buiten. Van meer dan 2 miljoen mensen wereldwijd is een online fingerprint gestolen. Er zijn meer dan 50.000 Nederlandse slachtoffers. Hackers hebben je online leven overgenomen. Je social media, je meest intieme foto's, je bankrekening. Ze kunnen ermee doen wat ze willen. Wij zetten echt alles op alles om deze vorm van cybercrime te bestrijden. De website waar jouw gegevens werden verhandeld is offline gehaald door de FBI. Wereldwijd zijn er honderden invallen gedaan en criminelen aangehouden. Ook hier in Nederland. Wat willen ze van me? En waar moet ik nog meer alert op zijn? En hoe lang gaat het nog duren? Dit was dus een filmpje van de politie. En wij keken dat vanmiddag. Toen zagen we dat slachtoffer. Dachten we, ja, is het wel helemaal echt? Maar ja. We hebben dat nog heel even gecheckt bij de politie. En dit is echt een slachtoffer die echt zo geëmotioneerd raakt. Peter, hoe groot is deze zaak? Nou, dit is een hele ernstige zaak. En vooral omdat het hier niet alleen gaat om de roof van wachtwoorden. Maar ook om alle informatie die daaromheen ligt. Bijvoorbeeld, wat voor besturingssysteem gebruikt jouw computer? En welke cookies, hè, deze bende heet ook het Cookie Monster, die worden meegenomen. En dat betekent dus dat ze heel veel toegang kunnen verschaffen tot allerlei bestanden in jouw systeem, je foto's en dergelijke. Er zijn 2 miljoen mensen getroffen door deze zaak in de wereld. Er zijn nu 200 criminelen opgepakt, in Nederland 17. Dus dat is een gigantische operatie. Ik zou zeggen tegen de mensen, ik weet niet waar hier de camera hangt, maar ik zou echt zeggen tegen u in het huis van, ga onmiddellijk nieuwe wachtwoorden instellen. Ga onmiddellijk zorgen dat u controleert of er iets... De camera staat hier, Peter. Maakt niet uit. Maakt helemaal niet uit. Ja, maar ik ben niet zo ervaren als jou. Dat is niet erg. Hey, we gaan heel even naar Dave. Want hoe groot zijn die gevaren? Wat kan er gebeuren met die gegevens? Ja, dit is wel ongekend. En het vervelende is dus ook dat wachtwoorden veranderen in dit geval niet zoveel zin heeft. Okay. Wat hebben die criminelen gedaan? Die hebben een virus geïnstalleerd op de systemen van mensen. En die verzamelt al die data, zoals Peter zegt. En daar komt een soort digitale vingerafdruk uit. Op het moment dat je die in handen hebt, denkt een dienst, dat kan Netflix zijn, maar die man die we daar zagen, zijn bankrekening is geplunderd, 70.000 euro. Wow. Ja. Heeft 3 maal aangifte gedaan, weet nu pas wat er aan de hand is. Ongelooflijk. Deurwaarders aan de deur. En die is al zijn spaargeld, zijn pensioenfonds. Is die 70.000 euro kwijt. 70.000. Dus het kan zijn dat er van een kind een Netflix-account is overgenomen die je kan kijken, maar dit gaat helemaal tot aan het jatten van je pensioen. Maar het klinkt alsof je hier helemaal niks tegen kan doen. Nou, wat je nu vooral moet doen, en ik pak even Peter zijn stel over, ga naar politie.nl. Check je hack. Ja. Je kan dus zien door de politie of je hierbij zit. En dat wil ik ook programma's als 7:30 en Vandaag Insight echt wel meegeven. Hiervoor krijg ik toch vaak de opmerking, Dave, identiteitsfraude, bla bla. Pensioengeld weg, spaargeld weg. Dit gaat echt over hele serieuze... En als je naar die site gaat, dan kun je je e-mailadres invoeren. Politie.nl. Ja, en de politie stuurt je dan, als je erbij zit, stuurt je instructies, wat kan je doen. Vooral je systeem helemaal opschonen als je erbij zit. Wat is dat? En alle... De titel staat in beeld. Nog even één keer de titel. Check je... Hack. En het belangrijkste, alle virusscanners hebben inmiddels zo'n update. Draai die ook even op je systeem, die herkent dit stukje. Maar nog steeds, 50.000 mensen zouden dit op hun systeem kunnen hebben staan. Ja. Dus het is, en er gaan meer aanhoudingen wellicht ook nog wel volgen. Ik ging trouwens helemaal goed net in de camera kijken. Je ziet toch waar de meeste ervaring zit. Ja. Ben jij wantrouwiger geworden, Goedele? Word je wantrouwiger door dit soort nieuws? Ja, ik vind dit dat is het probleem. Echt een heel eng idee. En vooral omdat, want jij zegt dan, ga opschonen. Ik roep, wat is dat opschonen? Ik heb geen idee wat dat is, opschonen. Maak het proper, zouden wij zeggen. Maar dan nog weet ik niet wat het is. Dus als je daar eigenlijk niet zo in thuis bent, ja, en dan zeg je, verander het wachtwoord. Ja, maar welk wachtwoord van om mijn computer te openen? Of... Eigenlijk alle online diensten. Kijk, het positieve nieuws is wel, de politie heeft dit gewoon opgerold. Hè. We hebben echt te maken met een van de meest omvangrijke en geavanceerde operaties. Ja. Maar het gaat dus echt om al je online diensten. Dus het vertrouwen in technologie wordt hier natuurlijk ook mee aangetast. En dat is denk ik een onderliggend En dit is nog maar beginnen, want volgende keer belt de bank je zogenaamd en herken je de stem van je bankdirecteur. Ja, hoe vaak heb ik geadviseerd? Nee, maar dat is het een namaakstem. Ik heb heel vaak geadviseerd 2-stapsverificatie. Criminelen hebben deze manier gevonden en kunnen hiermee ook je 2-stapsverificatie omzeilen. Moet je wel heel even uitleggen voor mensen die dat dus nog niet hebben. Dat je inlogt, dat je inlogt met een unieke telefoon code. Ja, met je telefoon komt dan zo'n code op. Dat konden ze hier ook mee omzeilen. Dus je ziet dat deze operatie was echt een heel professioneel platform. Duidelijk, dankjewel voor de uitleg, Dave. Jongens, de koning
Die gaat helemaal met de tijd mee.